Wat in Stellenbosch gebeur het, is dat tussen 1999, denk ek, 1995, het die Afrikaans sprekende studente redelijk stabiel gebleef, ongeveer so tussen, gewisseld tussen 11.000 en 13.000. Maar die Engelssprekendes het opgegaan van 3.000 tot 13.000, vier keer vermeerder. En die Stellenbosch het oorwegend Engelssprekend geword. En dit is doodgewoon, dit is nooit uitgespel dat ons is van plan om het te doen nie. Nou was self op een stadium, ek denk in 2003 tot 2004, het die universiteitsraad besluit, ek het in 2005 op die raad gekom, het hulle besluit, Stellenbosch moet nie meer as 15.000 studenten het nie. Dat is nou 30.000. So in die seker, ek het eenmaal vir die registrateur van Universiteit Kaapstad, Hugh Aymour, hy sê al seker 20, 30 jaar registrateur, waarom het, ek was nou in die tweede helft van my loopbaan by die Universiteit van Kaapstad, waarom het Kaapstad so gegroei? Want as die plek waar allemaal laat teen die berg nie, hy sê, een woord, carelessness. Is net gewoon careless. Kijk, het werk met die subsidie, dit help eindelijk om een bykie meer in te neem, want jy verwacht dat betekent studenten weer sal uitval, maar dan val daar nie so baie uit, as jy dink wat uitgeval het nie. En op die oude sit jy met hierdie geweldige oorlog. So die groot begunstigde van wat op Stellenbosch gebeur, is wat Engels sprekend is. Hierdie 13 miljoen Engels, ek so skat ongeveer 13.000 van die 13.000 waarschijnlijk 90% wit Engels sprekend is. En dat Stellenbosch nou heel tijd over gepraat, ga eindelijk oor transformatie en die druk van die regering by ons is onuitstaanbaar. Ons moet eenvoudig aan hierdie druk gehoor gee. Dit is nie so nie. Stellenbosch het eie vrye wil, het hy al hierdie wit Engels sprekend is aangeneem, wat eindelijk die voortbestaan van Afrikaans radikaal bedreig, jy weet.